Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Het is weer tijd voor extra video op de woensdag. Het is al een hele tijd geleden dat ik een opgemaakte video heb gemaakt. Dus bij deze een hele grote doos vol met opgemaakte producten. Dat kwam er zoeler uit dan bedacht. Een hele grote doos met opgemaakte producten. Laten we maar gewoon beginnen. Ik heb trouwens een hele grote fluffy trui aan, mocht iemand zich afvragen. Het licht zal een beetje wisselen, want het regent en dan is weer zon en dan is weer regen. Valt niet mee te werken. Te beginnen met mijn favoriete droog shampoo, de Sebastian Drynamic. Het dopje is een beetje kapot. Vind ik een hele fijne droog shampoo. Dan, even kijken. Deze Dr. Organic Moroccan Oil Shampoo. En deze kreeg ik voor Sinterklaas. En wat ik hiermee deed... als mijn haar heel vuil was, dan begon ik met deze en dan nog normale shampoo. Want deze zeg maar voor af te sluiten vind ik niet fijn, omdat die zeg maar heel zacht en glanzend maakt. Ik hou van rommelig. Maar hij is dus wel fijn om lekker eventjes die hoofdhuid te ontdoen van alle droog shampoo, volumepoeder, dat soort dingen. Dus daar gebruikte ik hem voor. Ik heb hem al heel lang en er zat een restje in, maar hij was op een gegeven moment was hij uit mijn systeem. Toen wist ik niet meer dat hij er was, omdat er nog een heel klein restje in zat. En ineens zag ik hem staan en dacht ik, oh ja, nou, dus bij deze is hij op. Dan Dove Douche Gel, de Silk Glow. Ik vind die Dove Douche Gel altijd wel fijn. De oogcreme van de Ethos, de Q10. Had ik mijn nagels moeten lakken? Misschien wel, hè? Deze is nog vol. Of is het gewoon lucht? Toch niet. Nee, het is lucht. Ik dacht al. Gek. Mooi gek. De L'Oreal Elvive. De L'Oreal Elvive SOS haarverzorging. Heb je al heel vaak voorbij zien komen. Er zitten denk ik sowieso niet heel veel nieuwe spectaculaire dingen in. De kruid wat wattenschijfjes. De Olas Total Effects Parfumvrije Dagcreme. Heel fijn. Mijn geliefde L'Oreal Luminize Coat. Fantastisch serum, maar volgens mij niet meer verkrijgbaar. Deze, de Tuinen Aloe Vera Dag en Nachtcreme. En deze is eigenlijk gewoon zwemmend, maar ik gebruik hem elke avond. Ik vind hem heel fijn voor 's nachts. Hij is lekker vocht inbrengend en... word ik niet wakker met een droog huidje. Dus ik vind hem heel fijn. Alleen stiekem is hij van Sven. Maar niemand die door heeft, toch? Een maskertje. Dr. Van Hoog Klei Zeealgenmasker. Wat vond ik hiervan? Zuiverend en hydraterend. Volgens mij vond ik hem prima. Dat vind ik meestal. Sommige dingen denk je echt, oké, mijn huid staat in de fik of zo. Maar... Estée Lauder Perfectly Clean. Niet heel onbekend, denk ik. De Bourjois Radiance Concealer. Super fijne concealer. Zeker als je droge ogen of droge huid onder je ogen hebt. Deze correct, zeg maar, dat zorgt ervoor dat je wallen minder opvallen. Maar het maakt ook gelijk, heeft zo'n illuminating effect. Dus een beetje lichtgevend effect, zeg maar. En hij hydrateert. Dus ik vind hem super fijn. Ik koop hem altijd. Ik bestel hem altijd bij Ici Paris en dan online. Tandpasta van Niels, de Prodent 0 tot 5 woezel en pip tandpasta. Hij vindt deze heel lekker. Ik heb een keer eentje van Zendium gehad en dat wilde hij niet. Nou, tandenborsten of tandenpoetsen voor degene die een kindje heeft, weet niet het allermakkelijkste. En op zich gaat het bij Niels met deze prima, maar zodra ik een alternatief aanbied, dan is het niet meer te doen. Voor mijn eigen tanden de Sensodyne Whitening Repair. Care and Repair, hoe heet dat? De Brow Shaping Gel van de Hennes. Vond ik eigenlijk een prima wenkbrauwgel. De Essence Lash Princess Mascara. En deze vond ik wel fijn. Alleen ik hou gewoon niet van... ik heb geswatcht. Ik hou gewoon niet van dit soort borsteltjes. Ik hou gewoon van siliconen borsteltjes. Ik heb deze gebruikt toen ik een ontstoken oog had. Dus hij is niet helemaal op, maar niet meer hygiënisch om te gebruiken. Nog een Elvive Total Repair. De Nivea Double Effect
oogmake-up remover vind ik heel fijn. Ik heb altijd waterproof mascara op en daar werkt deze gewoon heel goed mee. En dan zijn er nog een paar dingetjes van Sven. 3 deo. Ik weet het ook niet. 1 douchegel, allemaal Nivea Sensitive. En deze Bedhead Tiggy for Men. En die vindt hij heel fijn. Dat is een soort matte wax. Matte separation. Workable wax. Dat was het. Ja, ik heb de deo zo nog even in laten zitten. Maar de doos is weer leeg. Heel veel producten. Heel veel favorieten eigenlijk. Het is, ja, voor wie vaker mijn oogmaakvideo's kijkt, die ziet daar gewoon eigenlijk een lijn in met de meeste van mijn favoriete producten. En ja, vind ik, ik doe het niet meer zo heel vaak, maar ik vind het af en toe gewoon weer leuk om even te laten zien. Omdat je dan ook meteen een beetje weet wat mijn favorieten waren of wat ik echt verschrikkelijk vond. Dus ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week weer bij een extra video. Want volgens mij komen dan mijn favorieten weer eens voorbij. Doeg!